gasten, GameBoss hier. Welkom bij een nieuwe 5 vs 5 minigame video. Ik heb er denk ik ondertussen al een stuk of 20 gedaan van deze video's. Dat is misschien iets te veel, maar in ieder geval al behoorlijk veel. En we blijven maar leuke en nieuwe ideeën krijgen. Vandaag dikke versus dunne knokkers. Ik vond het best wel een leuk idee. De Brawler had naar mij namelijk een lijst gestuurd met allemaal minigames ideeën. En dit was één van zijn ideeën. Gewoon dikke knokkers versus dunne knokkers. Nou is het alleen wel een beetje lastig van welke knokker is nou dik en welke knokker is nou dun. En trouwens, het maakt niet uit of je zelf dik of dun bent. Het maakt allemaal niet uit. En zeker ook niet anderen daar belachelijk mee maken. Maar in ieder geval, ik heb 3 knokkers uitgekozen die dik zijn, zeg maar in Brawlers. En 3 knokkers uitgekozen die dun zijn. De dikke knokkers heb ik voor nu, heb ik Pam, Daryl en Frank. Dat zijn natuurlijk wel relatief dikke knokkers. Pam was gewoon een zekerheidje, maar Frank en Daryl zijn ook wel behoorlijk groot. Meneer P had ook nog gekund, maar ik heb er nu voor gekozen om gewoon 3 dikke te doen en 3 dunne. En dan bij dunne knokkers heb ik Ems, Belle en Mortis. Vooral Mortis is natuurlijk hartstikke dun. Als je naar die benen kijkt, ja, dan zie je dat wel. Die heeft eigenlijk gewoon niet eens benen, hoor. Het is helemaal niks. En Ems is ook heel dun. Ik zal Ems er even gaan bijpakken. Hier heb ik Ems. Die is natuurlijk ook dun. Vooral als je naar die buik kijkt, dat stelt ook niet zoveel voor. En Belle, die is ook gewoon dun. Maar in ieder geval, dat zijn de dunne knokkers. En ik heb weer 3 zieke nieuwe maps gemaakt. Ben ik weer druk mee bezig geweest. En in die maps gaan we natuurlijk spelen. Dus 3 maps met de hele tijd de 5 versus 5, dik versus dun. Laat me weten in de comments wie jullie denken wie gaat winnen. Zo moet ik het zeggen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet natuurlijk ook niet dat duimpje omhoog achter te laten. 5000 likes zou ziek zijn. Maar ik zal mijn room openzetten. Dan kunnen mensen joinen. En dan kunnen we beginnen. Dan ga ik het eerst natuurlijk uitleggen. Ik zie jullie in ieder geval als het eerste potje gaat beginnen. Oké, ik heb ondertussen alles uitgelegd. We kunnen gaan beginnen. Maar echt, de dikke brawlers, daar ben ik nu eigenlijk achter gekomen. Die hebben zoveel meer levens dan de dunne brawlers eigenlijk. Dus ik denk persoonlijk dat de dikke brawlers eigenlijk gaan winnen. Maar daar gaan we achter komen. Ik zie hier redelijk wat Daryls, een Frank en een Pam. Volgens mij hebben we 3 Daryls. 3 Daryls. Oh, moet even uitkijken. Belle is trouwens ook wel echt heel gevaarlijk, hoor. En ik heb ook verschillende maps gemaakt. Een afstandmap, een map voor dichtbij. En zodat alle knokkers een beetje tot hun recht kunnen komen, zeg maar. Ik heb bijna mijn super. En dan, oei, hier ben ik even geraakt. Dat is minder. Ik zal hier weer even hits doen. Ja, ik heb hem gekild. Nice. Ik zou zo meteen op die Belle's kunnen inrollen. Daryl, je moet even aan de kant, want anders hitten we elkaar de hele tijd. Dat is niet zo handig. Oh, aan de kant. Oké, top. Dan moeten we hier weer even schuilen. Oké, dit moet te doen zijn. Ik wil gewoon winnen. De vorige, zeg maar, 5-5 video ging zo slecht. Dat wil ik echt niet nog een keertje hebben. Dus dit moet gewoon goed zijn nu. Oké, ik zal er even rollen. En dan hier, hits. Oké, ik heb in ieder geval een kill gemaakt. Dus dat is mooi. Die Mortis is alleen maar heel sterk, maar die wordt geraakt door Frank. En dan heb je daar nog een Belle. En dan was dit het... Oh, nee. Er is nog een Mortis. En die Mortis, de Brawler, die gaat erin. En hij overleefde nog heel even. Oh, dat zal wat zijn geweest als de Brawler daar iedereen had weten te killen. Oké, maar de eerste ronde is voor de dikke knokkers. Maar zoals ik al zei, we hebben nog veel meer maps. Ik zal de map er even bij pakken. Hier, dit is de volgende map. Met redelijk wat muurtjes, maar je hebt ook gangetjes. En die gangetjes moet je maken door die skeletten kapot te schieten. Dan kan je iets meer op afstand spelen. Maar ik ben echt benieuwd op deze map een beetje gaat werken. Ik ga nu zelf ook wel met Frank. Ik ga elk potje met andere knokker. Oké, hier gaan we dan. Ja, ik vind deze map ook weer heel nice geworden. Eigenlijk als dunne knokker moet je voor Ems gaan. Oké, er zijn nu ook een paar Emsen. Ik denk dat Ems de grootste counter is tegen de knokkers die wij nu hebben. Als Ems kan je ook echt veel damage doen. En met die andere knokkers kan je niet zoveel damage doen. Dus ik denk als ze nu een paar Ems hebben, dat die wel kans maakt. Kijk, Mortis doet gewoon eigenlijk te weinig damage. Helemaal bij zo'n Frank. Dan ben je gewoon een lul en dat moet je niet hebben. Oké, hier even wat hits doen. Oh, moet niet mijn teamgenoten killen. Dat is ook niet zo handig. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld zo'n gang die best wel lang is om eerlijk te zijn. Oké, ik zal hier even... Mag ik 1 hit doen? Even 1 hit. Ja, top. Thanks. Oh! Oké, ik moest hier eventjes weg. Oei. We zijn nu met 2 Franks. Oké, het staat nu 4-4. Ik zie dat 2 teamgenoten gekild zijn. Maar als zo'n Mortis een super heeft, dat is ook wel gevaarlijk. Hoe gaan we dit doen? Oké, ik ga hier nu. Boom! En ik heb hem! Nice! Haha, lekker. Heb ik meteen weer mijn super, dus dat is mooi. Ja, het is natuurlijk een risico die je neemt. Maar hier, boom! Boom! Oh, die MC doet het goed. Oh, joh, die gaat nu die... Die gaat wel de teleport nemen. Die is eronder nu. Het is nu 3-2. Oh, het is wel echt spannend. Ik had verwacht dat misschien...
Dick iets makkelijker zou winnen, maar dan valt even tegen en Em doet dat best wel goed. Oh, Daryl, wat doe je? Waarom blijf je zo staan? Bro, je had daar nog makkelijk kills kunnen maken. Dan is het 1 Frank tegen 2 dunne. Oh no, dan gaat denk ik Frank dit verliezen. Ja, dat kan daar niet anders. Inderdaad, de derde knokkers hebben gewonnen. Geen idee wat Daryl daar deed. Volgens mij was hij ook niet degene die mij... Ah, maakt niet uit. In ieder geval, de dunne hebben nu gewonnen. Het was een spannend potje. Maar we gaan nu door naar de derde map. En hierin heb ik best wel wat bosjes verwerkt. Deze vond ik ook wel erg leuk. Dan gaan we eens kijken of we hierin kunnen winnen. En de laatste dikke knokker die nog over is Pam. Ik ben nog geen Pam geweest, dus ik ga nu even met Pam. Het was trouwens inderdaad dat die Daryl mij had gekild. Maar ja, kan gebeuren, kan gebeuren. Dan moeten we het nu even goed gaan maken. En nu gewoon als dikke knokkers weer gaan winnen. Wel een pijn dat de dikke knokkers gewoon zo goed zijn. Maar ze hebben ook gewoon veel levens. Dat is trouwens ook wel slim om als Frank gewoon meteen even een hit te doen. Oké, gaan we meteen even kisten openen. Ik heb trouwens ook wat van die doodlopende stukjes. Hier, Silbro, doe maar even een hit. Je mag hier nog een hit doen. Doe maar nog een hit. Ja, top. Dan heeft hij ze super. En ik kan die eventueel gebruiken natuurlijk. Oh, die Frank ook met deze super gegooid. Oké, dan mag je je super halen op mij. Oh, dan moeten we even uitkijken. Niet dat die hits de hele tijd heen en weer gaan. Dat moeten we niet hebben. Ah! Just James, doe niet zo irritant. Oké, ik ga hem nu afsluiten. Oké, ik kan hem misschien nu hebben. Ah, no! Oké, nice, nice van Daryl. Oh no, die Frank die trekte die Daryl gewoon terug. Oké, ik ging nu weer net iets aanvallen. Maar we gaan even toe kijken. Ik heb zo'n idee dat we er nog steeds wel goed tevoren staan. Oh, Mortis doet het daar wel op. Je hebt hier nu nog best wel wat dunne. Het is nu 3 versus 3. Eigenlijk zou het alle kanten nog op kunnen. En die Mortis kan zichzelf de hele tijd healen. En die deed het wel echt heel goed. Oi, 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 oi. Ik denk dat gewoon de dunne brawlers dit gewoon weer gaan winnen. Ik denk het wel. We hebben nog 2 dikke brawlers. En we hebben nog 3 dunne. Maar die Mortis, die heeft 6 krachtpunten. Dus dat is wel echt veel. Dat is wel echt heel veel. Frank die wil nu natuurlijk zijn super hebben. Dus die kan dat misschien nu halen op zijn teamgenoot. Ja, oké. Okay, Frank heeft zijn super. Oké, okay, als hij nu die Mortis pakt, dan zou het kunnen gaan lukken. Wat gaat hij doen? Gaat hij zijn super nu inzetten? Ja, heeft die Mortis. Oh, maar die wordt weggejumpt. No way. Wat een mazzel heeft hij dan vervolgens. Oké, okay, maar die Frank die gaat nu dood. Oh, dan moest die Daryl eigenlijk nu volop erop. Maar ik denk dat Daryl nu dood gaat door die Ems. Inderdaad. Oh, dan hebben de dunne knokkers nog gewoon gewonnen ook. Of Daryl moet dit toch nog weten te winnen. Nee, dat was bijna ook onmogelijk. Ziek gespeeld van de dunne knokkers. Maar dan wisselen we nu om. Nu zijn wij de dunne knokkers. En elk potje moet ik met de andere knokkers spelen. Dus ik mag geen één potje met hetzelfde. En nu hebben we weer gewoon opnieuw de nieuwe maps. Dus we beginnen nu weer met map 1, 2 en 3. Ga zo maar door. Oké, dan gaan we dan als dunne knokkers zijnde eens kijken of we nu een win kunnen halen. Ik ga je gewoon meteen al irritant doen. Ik ga meteen irritant doen. Gewoon meteen even hits doen op die brawler. En dan zorg dat ik me super laat. En ik kan hier even een gadget neerzetten. Kijk, dan heb ik in ieder geval door als er iemand aankomt. Ik zal hier even een hit doen. Oh, daar komt... Oh, shit, 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 shit. Had ik eigenlijk ook wel beter moeten weten. Ik had meer op afstand moeten spelen. Ik weet niet, ik wil met dit soort duels altijd meteen volop in de aanval gaan. Maar eigenlijk is dat helemaal niet handig. Die... Oh, Black Mamba, die doet dat ziek. Die heeft daar gewoon nu een kill gemaakt. Oh, daar wordt hij uiteindelijk wel gekild door een andere Daryl. Ik denk dat ik een dikke knokkers het eerste potje wel gaan winnen. Maar ik was nu bellen. En bellen is voor dit soort maps niet zo handig. En Mortis is wel veel beter. Dus ik ga zo meteen even een potje met Mortis ook. En met Ems. En ik denk dat Ems ook beter is. Check hoe goed Mortis speelt. Die Cell Bro. No way. Ziek gedaan. Ziek gedaan. Dan hebben we nu nog QLSSR. En oh, Cell Bro heeft gewoon weer een kill. Het is gewoon 2 tegen 2. Terwijl dat de dunne knokkers net ziek achter stonden. Dat is echt heel lijp. Daar liep nog eentje over mijn zeg maar gadget die er nog zat. Maar eens kijken of hier nog iets terecht van gaat komen. Cell Bro die kan nu zijn super inzetten. En die moet wel uitkijken. Oeh. Dat was wel ziek dat die Zaar dat nog even verdedigde. En... Oh, nice! Die Zaar die heeft nog gekild. Oké, okay, dan is het nu 2 tegen... Oh nee, het is 1 plus 1. Wow, yo, wat een game is dit. Het zou nog kunnen lukken dat de dunne knokkers dit gaan winnen. Je hebt nog een Daryl. Oké, okay, maar ik ben benieuwd of dit nog goed gaat komen voor die Mortis. Het zou kunnen. Eigenlijk moet Mortis gewoon super laden. Als hij eenmaal zijn super heeft, dan kan hij erin gaan. Maar oké, okay, nog net niet. Hij gaat er nu even door. En nu zit Daryl zo... Ja, oké. Okay, nee, Daryl toch gewonnen. Oh, maar het was echt heel close. Het was echt een spannend potje. Veel spannender dan ik had verwacht. Maar het staat momenteel 2-2. Twee games die de dikke knokkers hebben gewonnen en twee de dunne knokkers. We gaan nu door naar de volgende map. En nu kan ik ook even een chillere knokker wezen. Ik ga het laatste potje zelf met Mortis. Dus nu ga ik nog even met Ems. Oké, okay, come on. Nu moet het eventjes goed gaan. We hebben weer...
Iedereen is moord, dus ik ben de enigste die Ems is. Oké. Dan moet ik als Ems natuurlijk eventjes ownen. Even kijken of dat goed gaat. Ik zal er even op afstand gaan staan. En dan hier kan ik nu even die openen. Yes. En ik heb natuurlijk wel mijn gadget. Dus mocht er iemand naar me toe rollen, bijvoorbeeld een Daryl of zo, zou ik hem eventueel met mijn gadget weg kunnen krijgen. Oeh, die Jasper die heeft ze super. Dus daar moet ik wel een beetje voor oppassen. Ik zal hier even die openen. Ja, oh, moet ook wel een beetje voor uitkijken trouwens. Oh, oké. Ik weet niet of dit helemaal goed is. Ik kan niks tegen al die pranks. Oh, ze zijn allemaal prank, bro. Hoe dan? Oké, hier is nu ruimte. Nu moeten we deze prank eigenlijk zien te killen. Uh-oh, ik ga nu al dood. Oh, ik kan nog een paar hits doen. Oké, nice. Ik heb in ieder geval een paar hits kunnen doen. Waardoor ze iets meer HP hebben. En Gualess, oh, die doet dat ziek. Ayo, heel nice. Heel nice. Oké, ik ga even toekijken. Ik had niet Ems moeten zijn. Maar met het laatste potje kan ik zelf ook Mortis spelen. Nou, Mortis kan je nog een keer die super ontwijken van Frank, zeg maar. Dus dat is wel wat chiller. Black Mamba doet dat ook goed. Het is momenteel 4 tegen 3. Ja, 4 tegen 3. Oh, daar ging die Mortis net dood. En oké, dat is chill. Het is nu eigenlijk 2 tegen 4. Dit kan haast niet goed gaan. Die Frank die probeert even zijn super op te halen. En QLS, gaat hij daar weer een kill maken? Ik denk het wel gewoon. Oh, gewoon weer. En die Pam is bijna dood ook gewoon. No way. Oké, Black Mama. Oh, die krijgt de HP damage tegen door die super. Oh, van Pam. Oh, die gaat nog maar net goed. Oh, no. Echt QLS. Die is ziek goed met Mortis. Wat? Dit is echt insane. En die laatste kill gaat hij ook nog wel maken. Inderdaad. Oh, wat is dit ziek gespeeld. QLS, Sar. Lijp. Heel lijp. Heel lijp hoe hij dit heeft gedaan. Oké, dan moet ik mezelf ook even gaan bewijzen. Nu staat het 3-2 voor de dunne knokkers. Dus als we het laatste potje winnen, dan hebben de dunne knokkers uiteindelijk gewonnen. Had ik niet verwacht om eerlijk te zijn. Maar ik ga nu ook eventjes met Mortis spelen. Dan hoop ik nu wel dat ik zelf ook een beetje goed ga spelen met Mortis. Maar hey, daar gaan we achter komen natuurlijk. Oké, come on. Ik denk dat iedereen nu Mortis is. Ja, iedereen is ondertussen Mortis. Kijk uit, wel elkaar niet killen natuurlijk. Want daar wordt niemand gelukkig van. Oké, hier even deze openen. Ja, en natuurlijk een paar hits is wel chill. Dat je even een beetje je super kan halen. Ik zal hier even een hit doen. Ja, top. En dan hebben we in ieder geval een beetje ons super. We moeten even uitkijken dat we niet per ongeluk iemand killen. Oké, hier ondertussen mag ik hier even een hit doen op jullie. Oké, ik moet nu even uitkijken. Uh-oh. Ik ga hier even die teleport nemen en dan ga ik meteen weg bij Caesar. Oh, bro. En ik wou even mooi mijn skills laten showen met Mortis en dan ben ik meteen dood. No, ik was te veel bezig met het laden van mijn super, waardoor ik uiteindelijk niet echt lekker met Mortis kon spelen. En dit kan niet meer goed gaan, dit kan gewoon niet meer goed gaan. Want we hebben hier in het midden nog 2 Mortissen. En voor, het is nu 2 tegen 5. Ja, oké, nu is het 1 tegen 5. Als iGame YouTube dit wint, jongen, hij is een levenslegende. Maar dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet. Dat kan niet, ik kan me niet voorstellen dat dat kan. Als hij nu misschien op die Mortis gaat, zou het misschien kunnen. Maar hij is nu vooral aan het ontsnappen. Oh, daar, die Jasper die killt gewoon zijn teammate. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Killen ze elkaar nu al? Nee. Die Franks die hebben het wel door. Die Mortis die loopt hier nu boven nog rond. En die Jasper die heeft zijn teammate gekillt. Dat was niet zo heel handig om eerlijk te zijn. Oké, daar gaat Game YouTube maar. Daar komt hij een andere Daryl tegen. Ja, dit gaat niet meer goed komen. Oh! Dan had hij toch nog even een kans. Oké, maar uiteindelijk hebben de dikke knokkers deze ronde gewonnen. Het is uiteindelijk 3-3 geworden. Maar wel een leuke minigame. 100%. Deze was echt nice. Weet je, dat was dit voor deze minigame. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!